Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Ja, Hakim, vandaag hield je de verdediging van Utrecht wel bezig, of niet? Is dat zo, vind je? Ja, dat vond ik wel. Ze hadden het lastig met je. Ja, nou ja, goed. Je weet dat je veel moet verdedigen. Dat zeg je net ook al. En je weet ook dat we kansen gaan krijgen. En, ja, die ene kans, ja, die gaan we nog wel even bijblijven. De eerste helft. Ja, 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 die moet gewoon in. Dus, ja. Had je die bal wel verwacht dan? Ja, op het begin niet. Ik denk, nou, misschien dat Jasper meende, maar ik zag een bepaalde manier dat hoe Jasper eigenlijk liep. Dacht van, nou, ik kan nog wel eens een stapje doen. En ja, ik kom net niet goed uit met mijn passen en gaat die over, ja. We zetten de beelden er wel achter. Wat zet je? We zetten de beelden er wel achter dit interview. Ja, ja, nou ja, goed. Ja, dat, nou ja, goed, dat, zoals ik zeg, dat zijn de momenten die je uiteindelijk moet maken. En de tweede helft ook een paar kansen gehad. En je weet, ondanks de pofclub, we krijgen toch weer de kansen. En, dat is wel knap, hè? Wat vind je niet? Want dit is wel de nummer 5 van de Eredivisie. Maar jullie, het is net of jullie echt conditioneel heel goed zijn. Want het laatste kwartier, en dat is vaker zo, gaan jullie gewoon door. Ja, dat is wel zo. We vaak in de eindfase van een wedstrijd kunnen we doordrukken. En daarom is het voor ons ook heel belangrijk dat we een heel lang de nul houden. Nou ja, dat ging vandaag niet helemaal optimaal natuurlijk. Maar je speelt tegen een profclub, dus die kunnen dat beter en kunnen dat sneller. En je ziet toch een paar momenten. Ik vond dat we verdedigend nog wel redelijk goed stonden, hoor. Ja, ik vond het heel compact. Ja, maar je ziet dan op een gegeven moment toch op een paar momenten dat toch onze middenvelders, nou, met goede intentie natuurlijk proberen uit te stappen. En dan is het altijd in de kleedkamer ook alweer in de rust van, ja, doen we dat nou vaker, gaan we dat niet doen? En dan zie je toch dat een bal boom, boom tussendoor komt. Ja, dat kunnen die gasten zo goed. Ik zag ook een paar ballen weer van Maher. Dacht ik, nou, jongen. Ja, mooi, hè? Nou, ik zeg je heel eerlijk, ik zat ook wel echt te genieten van bepaalde paasjes van hun, hoor. Ik vind het echt mooi om te zien. Dus volgens mij zei die verdediger op een gegeven moment van, hey, ben je voor ons of zo? Ik vind het gewoon mooi. Dus en van onze kant was het gewoon prima. 3-0 achter en dan maak je vervolgens 3-1. Dat is altijd mooi als je tegen een profclub scoort. Dus Hielke was dat in dit geval. Ja. Maar daarna kreeg Utrecht het toch wel even moeilijk. Ja, je krijgt toch weer extra geloof na een doelpunt. En ik had eigenlijk meer gehoopt bij de 0-2 van als we nu een aansluitingstreffer maken, dan misschien dat we dan door kunnen drukken. En de 1-3 die Hielke maakte, ja, dat had ook gekund, hoor. Volgens mij was het nog vlak daarna, bijna de 2-3, hè? Ja, maar volgens mij was het nog 10 minuten spelen. Ja, precies. Ja, dat wordt wel heel korte tijd. Zij gingen dat ook wel redelijk goed uitspelen op een gegeven moment achterin. Balletje houden. En dat kunnen ze gewoon heel goed. Dus, maar weet je, we hebben met z'n allen gewoon heel veel plezier gehad. Echt genoten, ja? Ja, echt genoten. Volgens mij ben ik nog nooit zo blij geweest na een nederlaag. Ja, maar het is toch ook een mooie uitslag, of niet? Ja, is prima. Voor de club, voor heel veel mensen, familie die hier nog nooit waren geweest. Wat is dit voor een club, joh? Geniet je ook van publiek dan? Ja, ik vind het wel mooi. Ja, ik vind het echt wel mooi. Met name als je een actie maakt of iets. En die Jean Kleiber, die kwam nog naar me toe en die zei dan van, oh, je hebt me geen panna gegeven, hè? Want dat had ik al eerder tegen hem, dat had ik in een interview geroepen. Hij zei, ik hoopte zo dat ik jou eentje dan zou geven. Dus het is gewoon een leuke wedstrijd. Nou, hartstikke mooi. Geniet nog even na. En dan we zullen er een mooie reportage van maken. Ja, nou ja, daarin, ik denk dat het wel goed komt. Oké, dankjewel. Yes, graag gedaan. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.